Journalist Dolf Rusink die schetst daarin een beeld van zijn jeugd in de jaren 50 en 60. En daarmee is het ongetwijfeld een feest van herkenning voor iedereen die in die jaren opgroeide. We gaan er zo meteen met hem over praten. Ik ga even zijn microfoon iets wat aanpassen. Doe dat. Weten we zeker dat hij ook goed te verstaan is? Ja. Dat is wel zo fijn. Precies. Inmiddels aangeschoven. Ja. Dolf Rusink, goedemiddag. Goedemiddag. Zo, hoe is het? Ja, ik ben in blijde afwachting van mijn boek dat donderdag richting Twente komt met een vrachtwagentje. Oh ja, hoeveel komen er deze kant op? Nou ja, een paar duizend. Een paar duizend? Ja. Kijk aan. Ik houd het een beetje mysterieus. Die gaan we proberen te slijten. We gaan over je boek praten. Dat boek begint op Koninginnedag 1954. Ja, he? Dat klopt. Dan zien we een foto van de cover hier. Ja. Dat is die dag. Ja, toch? Dat klopt. Ik zit op het kinderstoeltje bij mijn ouders op de fiets. En het was de eerste keer dat mijn ouders, ik was de eerstgeborene, zeg maar zo het Koninginnenfeest beleefde. En ik kijk eigenlijk een beetje met een nieuwsgierige blik de nieuwe, voor mijn nieuwe wereld in. En dat werd later eigenlijk de blik waar ik als journalist ook heel, nou ja, observerend, zeg maar, de wereld bekeek. Dit dus mannetje voor mooi. Op de fiets. Ja, dat ben ik. Dat is Dolf Rusink. Ja, met zo'n wollen broekje aan, zoals je ziet. En de witte schoentjes, die heb ik nog steeds, met dank aan mijn ouders. Die hebben veel dingen bewaard. En dat is eigenlijk ook de sleutel naar de titel van het boek. Bewaar de herinnering. Ja. Aan de hand van voorwerpen, ik heb er ook al wat meegenomen. Want je bent nogal een bewaarder, heb ik begrepen. Ja, niet alleen, mijn broers ook. En ja, vroeger was natuurlijk iets wat je bezat, was heel waardevol. Want onze kleren bijvoorbeeld, die werden niet alleen door mij, maar later ook door mijn jongere broers gedragen. Doorgegeven. Het speelgoed wat ik heb meegenomen, dat deelden we. Hè, dit is speelgoed dat mijn vader gemaakt heeft. Want er was eigenlijk geen geld om dure cadeaus te kopen. Ik heb nog iets hoger houden, dan kan de camera het goed zien. Dit is een soort van Shell-wagen. Ja, heeft mijn vader en een vrachtwagen. Oh, je vader was geen onverdienstelijk speelgoedmaker dan? Hij maakte van alles. Hij maakte onze autopet, onze zandbak, de sjoelbak. En nogmaals, dat was ook een beetje uit noodzaak. Want er was vroeger niet echt heel veel geld om dure dingen te kopen. Ja. In het boek heb je ook eigenlijk een heel hoofdstuk gewijd aan de oorlog. Terwijl je bent zelf van na de oorlog, toch? Dat klopt. Hoe maar, komt dat zo? Mijn vader was lid van het Dutch National Battalion. Dat was een soort hulpleger van de Canadezen die door Nederland trokken bij de bevrijding. Dit is hem? Ja, dit is mijn vader. En hij ging mee en hij kwam op wacht te staan in het plaatsje Eemnes in het Gooi. En daar kwam een hele leuke boerendochter voorbij. En daar raakte hij op verkikkerd. En dat was mijn moeder. Ja. En zij zijn na de oorlog uiteraard getrouwd. Dus ik ben geen oorlogskind, maar ik ben eigenlijk een bevrijdingskind. Want dankzij de bevrijding ben ik er. Prachtig zeg. Dus de oorlog heeft voor jou toch nog wat goeds meegebracht dan. Ja, zeker. Zeggen, ja, zeker. Op een gekke manier. Ja, dan is er ook wel een bijzonder ding over een oom van jou. Ja. Die ontdekkingsreiziger was. Ja. We zien hem. Oom Rudolf. Is dit met de, wat? Ja, de man. Dit is het zogenaamde Neptunus-ritueel. Dus als je de Evenaar passeert, met een schip bijvoorbeeld, dan is het een gebruik dat Neptunus aan boord komt. Dan wordt de passagier of de bemanningslid ingezeept met allerlei dingen. Je ziet hem daar met een aantal matrozen om hem heen. Ja, en oom Rudolf was al voor de Tweede Wereldoorlog, dus eind jaren 30, de enige van onze familie die de stap had gewaagd om de wijde wereld in te gaan. Hij was hoofdwerktuigbouwkundige aan boord. Dus eigenlijk onder de kapitein, een van de eerste verantwoordelijken voor de machinekamer. Mm-hmm. En ja, één keer per jaar kwamen we, als hij thuis was in Roosendaal bij Velp, bij hem. En we keken dan met heel veel bewondering naar hem, maar ook naar zijn uitstalling van dingen die hij had meegenomen. Zo stond er in de woonkamer daar een opgezette kaaiman. Dus wij vertelden na die tijd op school natuurlijk, mijn oom heeft een krokodil in huis. Ja, precies. Vol trots. Ja. Maar is dit, want uiteindelijk de ontdekkingsreiziger, deze is heel fysiek. Maar de journalist die in jou zit en in je broers, dat zijn ook ontdekkingsreizigers. Zit dat een beetje in de familie? Ja, dat zit erin. En ik ben zelf heel erg door zijn verhalen en zijn verkenning van de wereld heb ik me laten inspireren, denk ik. Want vroeger was het natuurlijk weinig. We hadden nog geen televisie. Er waren heel weinig mogelijkheden om te reizen. Dus boeken bijvoorbeeld, maar ook verhalen. En zeker verhalen van zo'n oom die veel had meegemaakt. Die inspireerden mij. En die heb je ook letterlijk verzameld. Ja. Ontdekt en verzameld. Want je nam dit mee als stuk van de verzameling van vroeger. Maar je hebt ook zelf heel veel nieuws verzameld in je leven.
In principe. En ook gewoon echt gewoon vast, wat je vast kunt houden. Dat is steeds minder met online. Maar... Ja, dat klopt. Ja, ik ben ruim 40 jaar journalist geweest. Hè. Het grootste deel van mijn leven bij Tubantia gewerkt. Mm-hmm. En ja, heb heel veel mogen doen. Ik heb veel opgetrokken met lezers van de krant. Maar ik heb ook heel veel reizen mogen maken naar diverse continenten. En daar put je natuurlijk verhalen, nieuws, ervaring uit. Je hebt in een van eerdere boeken, dat is op een uitgelezen moment. Overigens vroegen wij ons af, zijn dat nu de twee boeken die je hebt geschreven of zijn er nog veel meer? Nou, niet veel meer, maar ik heb in 1990 een boek gepubliceerd over de Achterhoekse groep Normaal. En dat boek heet Wat is Normaal? En dat ging dus over de achtergronden van die boerendialectband. Van Benny Jolink en de zijnen. Ja. En er zijn nadien nog twee dunnere boekjes verschenen. En dit is eigenlijk mijn vijfde boek. Precies. En dan in een eerder boek, dat is van 4 jaar geleden geloof ik, op een uitgelezen moment, beschrijf je ook wat je in je werk als journalist, heb je heel veel, ABBA heb je gesproken, de Rolling Stones, noem nog eens wat van die grote namen die je daarin... Op het uitgelezen moment betekent eigenlijk dat een journalist in zijn werkzame leven natuurlijk uitkijkt naar momenten waarop er belangrijke dingen gebeuren. Maar soms zijn het ook dingen die je ontglippen of waar je zelf een enorme blunder maakt of waar dingen totaal anders lopen dan je verwacht had. En de titel heb ik toen bedacht naar aanleiding van de ontmoeting die ik had met Pim Fortuyn. En dat was precies op het moment dat Pim Fortuyn, iedereen kent de beroemde foto nog, de taarten in zijn gezicht gegooid, geduwd kreeg. En Pim Fortuyn zou eigenlijk een tijdje daarna in Enschede komen op 13 mei. Maar hij heeft 13 mei en de verkiezingen nooit gehaald, want hij is op 6 mei doodgeschoten. Ja. En ook dat ik daar toen was en daar verslag van deed, dat was eigenlijk het uitgelezen moment op dat moment. Maar iets en een ontmoeting die totaal anders verliep dan ik ooit gedacht had. Dat kan me voorstellen, ja. Ja. Ja, zo kan het dan soms gaan. Als je verhalen gaat maken dat je iets verwacht en dat het uiteindelijk iets heel anders blijkt te worden. Ja. Ik vroeg me ook af, dit boek wat je dan nu hebt gemaakt, Bewaarde Herinnering, wat is daar dan precies, zit daar een doel in voor jou? Zeg maar, wil je het Nederland beschrijven van de jaren waarin je bent opgegroeid? Nee, ik was natuurlijk door die foto getriggerd van, zou je aan de hand van deze foto, maar ook van bijvoorbeeld je oude rapportboekjes, je spaarbankboekje, brieven, opmerkingen die je op een gegeven moment van je leraar bijvoorbeeld kreeg, zou je in staat zijn om de jaren 50 en 60 weer te reconstrueren? En ik heb dat geprobeerd te doen door eigenlijk heel veel onderwerpen uit het dagelijks leven te beschrijven die herkenbaar zijn voor andere mensen. Dus ik neem ze mee, zeg maar, in het verhaal. Maar ik denk dat mensen al lezend hun eigen jaren 50 en 60 en hoe ze zijn opgegroeid of hoe hun ouders zijn opgegroeid, dat ze dat weer voor ogen zien. Dus dat feest van herkenning wil je ook heel duidelijk oproepen. Ja. Ja. Althans, en dat is wat ik tot dusver van de mensen die het manuscript gelezen hebben ook gehoord heb als reactie. Dat het ook hun veel vertelde over hun eigen jeugd. Want wij moesten ook denken aan een boek dat heette De Gouden Jaren, 2014 verschenen. Met als subtitel Hoe ons dagelijks leven in een halve eeuw onvoorstelbaar is veranderd. Lees ik zo even gauw voor. Ja, van Annegret van Bergen. Precies. Heeft dat jou dan geïnspireerd? Of heeft het je op een bepaald moment gedacht, oh nou, doet ze misschien wel een beetje hetzelfde als wat ik? Nou ja, kijk, die tijd, de jaren 50 en 60, zijn niet van één persoon of van één schrijver, maar die zijn van ons allemaal. Want er zijn toch 2,5 miljoen mensen uit de babyboomgeneratie toen opgegroeid. Ik heb geprobeerd dat door een geheel eigen bril, en daarom is de subtitel ook, peuter, puber en provo in de jaren 50 en 60. Want dat zijn de drie levensfases die ik heb meegemaakt. Dus ik heb geprobeerd door de bril van de peuter, de puber en later de provo dit te beschrijven. Yes, door de ogen en misschien later Annegret de bril van ogen. Ja, zeker. En Annegret van Bergen met Gouden Jaren heeft heel erg veel mensen ook gesproken en heeft een fantastisch boek gemaakt waarin vanuit allerlei kanten, zeg maar, die jaren beschreven worden. Ja, en dit is echt vanuit jouw blik op de wereld hoe dat gegaan is. Ga je nou met dit boek trouwens ook, want in het vorige boek ben je het hele land doorgereisd om het te laten zien, de lezingen, dat soort dingen. Ja, dat is nu wat lastiger, denk ik. Of ja, niet? Maar de jaren 50 en 60 lopen niet weg. Hè? En die zijn volgend jaar ook nog in onze herinnering, denk ik. De generatie bovendien van senioren neemt alleen maar toe. Hè? Het zijn nu 2,5, 3 miljoen mensen, maar ongeveer de helft van de bevolking is senior. Ja, en die bestaat straks ook nog wel. Ja, dat hoop ik zeker. En nogmaals, ik voel me niet opgejaagd of wat dan ook. Dat komt wel. Ja. Het boek ligt er vanaf dit weekend. Dat is het eerste. En dan gaat er een live versie komen waarin ik met de mensen in een zaal of waar dan ook eigenlijk terugga met muziek uit die jaren, filmbeelden, maar ook voorwerpen. En hopelijk
hun eigen herinneringen. We gaan het meemaken. Ik hoop het. En dat is dan het, zoals wij zeggen, magnus opum van Dolf Rusinko. Het levenswerk, of komt er nog iets groters? Ja, wie zal het zeggen. Ik ben hier in ieder geval voorlopig heel erg blij mee. Ja. Bedankt voor het aanschuiven, Dolf. En we zijn benieuwd naar je. Graag gedaan. Dolf Rusinko, dankjewel.